opvoeden maakt meer kapot dan je lief is. Daar heeft boeddhist Jan Geurts een heel boek over volgeschreven. Opvoedclichés moeten overboord, vindt Jan. Hij maakt er dan ook gehakt van en heeft zo zijn eigen kijk op hoe wij onze kinderen zouden moeten klaarstomen voor de grote, boze buitenwereld. Jij hebt een soort top 10 van opvoed, regels of clichés. Ja. En daar wou ik er wel een paar van uittrekken. Ja, maar wacht even. Die top 10 van opvoedingsclichés die overboord gegooid kunnen worden. Precies. Dat is waar jij van af wil. Ja, eigenlijk. Want mijn boek heet Het einde van de opvoeding. Ja. En dit zijn opvoedingsclichés. Ja. Ja, die meer ellende veroorzaken dan ze proberen te voorkomen. Een van die clichés die de prullenbak in kan, is dat je als ouders altijd consequent moet zijn. Maar dat betekent niet dat je inconsequent moet zijn. Wat is het verschil? Het verschil zit hier dit. De werkelijkheid is belangrijker dan de regel. Dat is wat boeddhisme zegt. Boeddhisme zegt de werkelijkheid is belangrijker dan de regels die we in het verleden hebben geleerd over de werkelijkheid. Dus je kijkt per keer wat je denkt dat het beste is? Ja, en kijk bijvoorbeeld, het voorbeeld wat in mijn boek ook staat is van ouders hebben een soort zo'n structuur, hè, zo'n echte opvoedingsstructuur van je mag met je vriendje spelen, maar alleen voor het avondeten. En na het avondeten mag je niet meer de straat op. Ja, vind ik een goed punt. Ja, goed punt is dat, ja. Nu wordt er onder het avondeten gebeld door een vriendje. Vriendje zegt, mijn poes is aan het jonkies krijgen, kom je kijken. Nee. En de ouders zeggen, slechte timing van de poes. Ja, die poes had eerder moeten jongen. Ja, dus dan zie je, dat is consequentheid ten koste van het geluk van kinderen. Ja, of normaal gedrag bijna. Ja. Want het is zoiets unieks dat je zegt, natuurlijk mag het nu. Ja, ja, en morgen ja. gaan we weer terug naar de regel, dat bedoel jij. Ja, ja, ja. En de regel is er dus alleen maar om je te helpen en niet, snap je? Dus die snap ik nu al. Ja. Dat is een goeie zeg. Nou, die kan vast in de prullenbak. Ja, die kan in de prullenbak. Oh, mooi. Nog maar een clichétje doen dan. Aha. Goed gedrag moet je belonen. Aha. En slecht gedrag moet je bestraffen. Ja, ja, ja. Beloning en straf. Hè? Dat is echt een dressuursysteem. Dat vloeit ook helemaal voort uit die angst voor die ouders dat het mis zal gaan met hun kinderen. Ja. Als ze er niet voortdurend een soort sturende rol in spelen. Maar daarom zijn die ouders op aarde. Ja, nee, dat is juist de grote misvatting. Ouders hebben een verzorgingstaak. Maar verzorgen is iets anders dan opvoeden. Verzorgen is als het ware alle voorwaarden creëren waarin het kind veilig kan opgroeien en waarin het de dingen kan leren die het gaat leren. Maar ik vertaal het even voor de argeloze kijker naar een praktijkmodel. Hè? Ja, okay. Dus dan heb je dat allemaal verzorgd zo. Je hebt allemaal sabbelvaste vloerbedekking en stuiter veilige muren en zo. En dan zit je kind van 3 in de peuterpuberteit, zit hij aan tafel en je hebt dan in je goede verzorgingsmodus heb je de spruitjes klaargezet. Ja. Goed, niet bitter, allemaal leuk. En hop, daar gaan de spruitjes. Ja. Wat moet je dan doen? Zeggen dat dat niet de bedoeling is met struitjes. Maar jij beweert dus echt dat als je dat niet bestraft, niet een kind op een strafstoel zetten of 3 minuten op de trap, dat moet altijd van de nanny. Weet En dan, dat hoeft allemaal niet. Als je dat gewoon laat gaan, dan wordt dat vanzelf normaal gedrag. Ja, als je tenminste wel ook zeg maar niet probeert het kind ook weer af te schermen van de consequenties van dat normale gedrag. Dus als je eten weghoudt, heb je niks te eten. Ja, dat is jammer van het eten, ja, eventueel. Maar dan gaat zo'n kind weer blaren en die gaat met honger naar bed. Misschien moet je het dan wel nog wat geven ook. Iets later weer eens. Ja, bijvoorbeeld, ja, en dan kijken wat er gebeurt. De essentie hierachter is dit. Wat ouders meestal doen, is meteen het gedrag en het gevoel wat het kind met dat gedrag tot uiting brengt, afkeuren. Ja? Ja. En dat is nergens voor nodig. Onze kinderen minder africhten en meer begeleiden. Het is even wennen. Maar het klinkt goed, die boeddhistische kijk op opvoeding. Hoe komt het dat we in onze samenleving een opvatting hebben, kinderen moeten respect hebben voor hun ouders? Waar komt dat vandaan? Ja, dat komt waarschijnlijk uit datzelfde ego-denken, dat het gedrag van je kind moet gecontroleerd worden. In het belang van het kind moeten we het onder controle houden. En respect hebben voor de controleur is daar dus een onderdeel van. Als je kinderen respect wil bijbrengen, dan zou je ze moeten respecteren. Dat begint daar eens mee. En het begint al op jongere leeftijd dat je gevoelens gaat respecteren. Dus dat je eerst erkent wat iemand voelt, is nooit te veroordelen. En dan kun je gaan kijken welk gedrag vind je wel en welk gedrag vind je niet binnen de grenzen van jouw systeem. Ja, en dat systeem is gericht op een directe veiligheid van het kind, niet op een vermeend toekomstig belang. Ik las ooit een Chinees spreekwoord. Ja. Laat je kinderen met rust en voed jezelf op. Ja, dat is wel heel boeddhistisch, ja.
Maar met rust laten betekent hier dus niet negeren. Niet maar aan hun lot gewoon overlaten, maar... Nee, gewoon omringen met liefde en met helderheid. Liefde en helderheid zijn eigenlijk de twee aspecten van onze natuurlijke staat. Want liefde is dat je alles omvat, maar helderheid is dat je duidelijkheid creëert. Dus ook weer grenzen stelt. Grenzen telt, ja, duidelijk. Oh, ik vind hem heel mooi. Wees vol liefde en begrens. Ja. Kijk, dat vind ik nou een verfrissend geluid. De teneur van alles steeds maar harder aanpakken, keihard met een zachte boeddhistische hand aan de kant zetten. Dank Jan.